Het telecommunicatiebedrijf TeleSUR heeft gemeenschap nader te informeren over de voortgang van het TeleSUR Nationaal Breedbandproject TNBP. Dit project is gestart op 9 juni 2017 en heeft een looptijd van 2 jaar. TeleSUR heeft in dit kader vandaag een field trip georganiseerd. Het doel van het TNBP is het kustgebied van Suriname te voorzien van beide tijdse infrastructuur en een toekomstgericht netwerk waarop innovatieve e-service mogelijk is. De investering is 115,8 miljoen Amerikaanse dollars. In het veld zijn de medewerkers en belangstellenden geïnformeerd over dit project door de projectdirectors Dorek Ramlakan en Rahed Ghazi en Melvin Karyodrono, projectmanager FTTX. We hebben tot nu toe ruim 450 kilometer aan glasvezel aangelegd voor het FTTC-gedeelte. We doen 2 subnetwerken, doet het FTTC-netwerk, dat noemen we fiber to the curb, dus glasvezel tot de kast. En van de kast naar de klant is koper, 800 meter, en we doen ook glasvezel tot huis. Het project Glasvezel tot Huis start half september en daar zullen we 2000 kilometer glasvezel aanleggen. Dus nu hebben we reeds voor dit project 250 aangelegd en vanaf september starten we met een tweede traject waarbij we 2000 kilometer aanleggen in het geheel Paramaribo, Wanica en Keri, komen we naar Saramata. Er zijn 2 trajecten dat we eigenlijk afgaan. Een van de trajecten is wat we noemen een gebiedsplanning. Dat wordt echt heel ver vooraf al bepaald, zeg door de design team. Het is de engineeringfase waar we dat bepalen. Er wordt gekeken naar de buurt, er wordt gekeken naar het aantal klanten dat we hebben. En ook in dit geval de verouderde koperkabelnetwerk dat er eigenlijk in de buurt zich heerst. En waardoor eigenlijk ook de storingen die we vaker meemaken zich voordoen. Deze gebieden worden dan op die manier gekozen. En er wordt dan bepaald van oké, we gaan dan in zo'n gebied een kast plaatsen. Maar voordat de kast geplaatst kan worden, moet er eerst een vergunning worden aangevraagd bij de districtcommissaris van het gebied. Dat wordt dus gedaan en nadat de goedkeuring wordt gegeven, dan starten we dan pas met de werkzaamheden. Zoals u zelf ziet, als u daar kijkt, is het gewoon echt kabel voor kabel aan elkaar verbinden. En dat kan het soms zijn dat er meer dan 1000 kabels in een dag met elkaar verbonden zullen worden. En de kans dat er iets misgaat, bestaat er. Ja, want het is echt geconcentreerd werk, in de felle zon bezig zijn. Daarom hebben we dan een aparte team, dat is een nazorgteam, die eigenlijk ervoor moet zorgen dat als de klant geen service heeft na de migratie, dat zij het in orde kunnen maken. Zij bellen natuurlijk na de migratie alle klanten op en soms bereiken ze niet alle klanten. Maar ze gaan nog de dag daarna door en de derde dag gaan ze ook door. Mocht er ze jullie niet bereiken, de klant niet bereiken, hebben we toch graag dat de klanten naar 153 bellen. We hebben voor de migratie bellen we ook alle klanten die we gaan migreren om ze aan te geven van ja, beste klant, u wordt op zo'n dag gemigreerd. En er wordt ook instructies meegegeven dat je moet bellen als je aansluiting dan niet werkt. Na de fieldtrip zijn de mediawerkers en andere belangstellenden gebracht naar het TeleSUR opleidingscentrum aan de Anton Drachtenweg. Daar is Vanessa Felix Patrick, teamleider Communications TNBP, nader ingegaan op het doel en de uitdagingen van het project. De upload van snelheden, daar hebben we heel veel waar we horen, het buffert. En we kunnen dat niet doen. Het is allemaal omdat ons systeem, ons netwerk verouderd is. Heel veel gaat niet meer door onze kopernetwerk. Vandaar dus de vervanging investeringen nu. De toename aan content services, mensen die video en diensten willen delen via het internet. Daar zijn we allemaal, herkennen we allemaal als we kijken naar de social ontwikkelingen van de social media. U heeft vandaag zoveel gehoord over wat is FTTX. U heeft M-Sandkasten gehoord. Broadband, wat is dat precies? Het is het vervangen van delen van het kopernetwerk met glasvezel. We hebben daarnet gezien hoe de heren 1 op 1 bezig zijn elke kabel zo secuur mogelijk over te zetten op glasvezel. Wanneer je dus er ver van bent, dus je weet niet precies hoe het allemaal aan toe gaat, denk ik dat het heel makkelijk is. Maar onze medewerkers samen met de ondercontractors, ze werken heel hard om het beste te geven aan de samenleving.
Vanessa Felix Patrick, teamleader communication van het TeleSUR Nationaal Breedbandproject. Volgens haar probeert zij samen met haar team de samenleving zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van de overzettingen of migraties inzake het TNBP-project.